Cambuur had een goede voorbereiding achter de reg. De ploeg had zijn eredivisieploegen, Lika Sparta en Utrecht, indruk maken. Maar toch is trainer Gert Kruijs op Varhoorn net heel door gereisd op een goede oude rint tegen de amateurs van Harkemase Boys. We zijn gewaarschuwd. Ik heb heel veel berichten van jongens die hier wel eens gespeeld hebben. We hebben toch niks aan toeval overgelaten. We hebben toch wel ons huiswerk gedaan. Je hebt ook gezien de resultaten van de week van andere betaald voetbalorganisaties. Hoeveel moeite menig club heeft gehad. Dus wij zijn gewaarschuwd. Het zal hier absoluut een moeilijke wedstrijd worden. Maar toch kan je terugkijken op een hele goed verlopen voorbereiding, hè? Ja, en dat moet je juist vanavond hier bekronen. Half uur van Leeuwarden vandaan. Ik zie ook heel veel geel-blauw. Dat doet me deugd. Dus wij moeten ons goed presenteren. Wij moeten volwassen met deze wedstrijd omgaan. Arend Bekhoff, de opvolger van Rini Jurna bij Harkemase Boys, hoopt op een stuntje. Maar hij weet ook dat zijn ploeg nog maar oorlogwieken in training is. Het begint natuurlijk altijd vol goede moed. Dus nou hè, ik bedoel maar, wij matchen het beste ervan. En ik hoop maar dat het zo lang mogelijk, dat we een singel, dat het zo lang mogelijk uitblijft. En misschien zit er een verrassing in. Weet toch, u is de best. Maar goed, de trainers achterstaand en het niveauverschil natuurlijk dermate. Dat je, ja, je maakt natuurlijk geen utopie en nee, stripje. Maar nogmaals, wij gaan ervoor. Na een weekend van alleen nog maar trainen en het spelen van oefenpotjes, ben de spelers van Cambuur ta aan een wedstrijd die er echt ta docht. En dat is deze eerste wedstrijd in de Amstel Cup. En de Leeuwarders willen het ook wel een harmstoel verplichten om van Harkemase Boys te winnen. Maar hoe vaak komt het wel net voor dat een betelle voetbalclub het oerse dreig had tegen een haatklosser? Maar Cambuur begint scherp om de wedstrijd. Dit is Derksen, het vromlezen op de inkomende Johan Abma en dan is het na over minuten 0-1. Goed het vormlezen van Dirk-Jan Derksen en dan kan Johan Abma de hoeken uitkiezen. 0-1. Cambuur dat speelt met de onvallers Ferdino Hernandez op links, Bruin en Derksen in de punt en op rechts Richard van der Wal. En van der Wal vervangt Kenneth Goudmijn die in de wedstrijd in Utrecht placeerd rek is. Het weer een aardige kopbal van Jan Bruin. Cambuur domineert en Harkemase Boys kinderen nog net een soort sinoer stellen. Dit is na een jaloeren. Het eerste gevaar van de kont van Harkema van Jan Harm Skippers. Het voetwerkje is net goed en dan komt de bal voor de voeten van Davy Veldman. En dan het schot van Oudstoorn 0-2 in de 28e minuut. Mooi doelpunt van Davy Veldman. En als dit geen boetenspul is van Dirk-Jan Derksen, dan kan hij breed lezen op Jan Bruin. Hij is net zelfzuchtig en in de 42e minuut is het 0-3 en dan zit Cambuur op rozen. En Cambuur, ze wien toch wel een beetje benauwd van het fysiek sterke Harkemase Boys, die te dochs onbekend zit de duels net te skuwen. Maar met een rijstoon van 0-3 kan Cambuur de wedstrijd makkelijk uitspelen. En in de tweede helft hetzelfde beeld. In de 50ste minuut wordt het 0-4. Doelpuntenmakker Ferdino Hernandez. Na heel knap tarierend werk van Jan Bruin. Hij omspeelt Gerry van der Bos. En dan is het voor Ferdino Hernandez net dreig meer. Cambuur krijgt dan nog tal van mogelijkheden de score verder uit te bouwen. Zoals deze van Dirk-Jan Derksen. Maar de bal wordt van de doellijn hellen. Hij krijgt zijn doelpuntje net. En dan nog dit schot van Richard van der Wal. Dat eindigt op de peel. Harkemase Boys krijgt in de tweede helft nog één grote mogelijkheid. De paas is van Willem Brouwer. Maar Gerrit Henstra komt al een teerlengte te kwart. En zo wint Cambuur met 0-4 zijn eerste wedstrijd. En dat die uiteindelijk een stuk makkelijker als van tevoren verwachten waard. Ik hoor aan alle kanten word ik allemaal van, nou die vliegen erop. We maken je borst maar nat en weet ik het allemaal. Dus we hebben ons goed ingesteld. En nou, kon je wel zien, denk ik. Ja, het viel mee eigenlijk, hè? Achteraf viel het mee. Maar ja, ik bedoel dat... Abma die maakt natuurlijk de eerste goals belangrijk, die maakt hij goed en ja, op een gegeven moment gaat dan lopen, dan vallen de goals en dan is het afgelopen. Je weet dat zulke gasten dus van de eerste minuut erop gaan en maar ja, het is gewoon zaak om gewoon professioneel gewoon aan te pakken en er is eigenlijk geen moment in de problemen geweest. Misschien dat we nog meer goals hadden kunnen maken, dat is het enige misschien negatieve van vandaag, maar op zich gewoon een goede overwinning.